Dank u wel, voorzitter. Ons land zweeft tussen hoop en vrees en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven, hoe moeilijk dat ook is. En we kunnen één ding zeker weten en dat is dat er altijd onzekerheid zal blijven. Dus dank en waardering voor iedereen die binnen die onzekerheden de best mogelijke keuzes probeert te maken. Maar voorzitter, daar zijn wel vragen over, omdat we vorige week konden zien dat er prognoses waren die we afgelopen weekend toch werden hard wakker geschud. Ineens zijn er 2400 IC-bedden nodig, waar we nog dachten dat de kans daarop klein was. En als dat zo is, dan denk ik dat we ook goed moeten kijken naar de briefing die de Tweede Kamer vanmorgen heeft gehad door het RIVM en door Diederik Gommers van de intensivisten en de inspecteur-generaal van de inspectie. En dan is het niet ondenkbaar, hoe moeilijk dat ook is om dat vandaag te moeten bespreken, dat we in het code zwart scenario terechtkomen. En als dat zo is, voorzitter, dan moet het kabinet twee dingen doen. Ons daarop voorbereiden, zodat we niet overvallen worden, want we hebben afgelopen weekend dus geleerd dat het sneller kan gaan dan wat we gehoopt hadden. Maar ook nog een keer kijken naar de maatregelen die genomen zijn en kijken of daar niet toch nog kleine dingen in zitten die het risico dat we in dat rampscenario terechtkomen kunnen verkleinen. Er zijn uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld op de maatregelen, voor kerkelijke bijeenkomsten. Ik begrijp niet waarom we dat risico nog zouden willen lopen. Als je maar de kleinste kans hebt om de druk op de IC's en dat rampscenario te kunnen voorkomen. Is het kabinet bereid om nog één keer door de maatregelen te lopen? Over de vluchten is ook al gesproken, uitbrandhaarden, de mensen daar testen. Moeten de vakantieparken niet toch dicht? Nog één keer even goed kijken om er alles aan te doen om dat scenario te voorkomen. Want we zien dat het RIVM uitgaat van een daling van dat zogenaamde reproductiegetal, maar het is en blijft een schatting. Wat nou als het niet uitkomt? Daar moet het kabinet op voorbereid zijn. Voorzitter, er is tekort aan alles, zei de minister van Medische Zaken. En daar delen wij natuurlijk de zorg over. Gelukkig komen er nu wel veel testen beschikbaar. Betekent dat dan ook dat alle mensen die werkzaam zijn in de zorg getest kunnen worden? Kan de minister dat nader specificeren? Bijvoorbeeld in de GGZ, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. En hoe zit het met de verdeling van de beschermingsmaterialen? Wordt ook de GGZ, de thuiszorg, voldoende meegenomen? En wat is de stand van zaken nu? Hoeveel mensen hebben wel beschikking over beschermingsmateriaal en hoeveel mensen niet. En de Partij voor de Dieren maakt zich ook zorgen over een groeiend gebrek aan medicijnen. Met name ook voor de palliatieve zorg. Kan de minister aangeven wat daar nu de stand van zaken is? Voorzitter, de Partij voor de Dieren sluit zich ook wel aan bij de oproep die de heer Klaver zojuist deed. We moeten niet naar een totale lockdown situatie. Maar wat we nog kunnen doen, moeten we nu kunnen doen. En ook verder vooruitkijken. We hoorden vanochtend wat we eerder ook al zagen, dat de mensen die nu aan het werk moeten op de IC's het heel zwaar hebben. En dat die traumatische ervaringen opdoen. En dat betekent dat er goede bescherming en begeleiding van deze mensen nodig is. We begrepen uit de briefing van vanochtend dat dat nu goed gaat. Dat er ook hulp wordt aangeboden door allerlei mensen in het land die ervaring hebben in dit soort coaching. En dat is mooi, maar kan het kabinet zeggen dat deze bescherming en deze begeleiding van deze mensen die dit hele zware werk nu moeten doen, ook op de lange termijn wordt voortgezet? Want deze klachten kunnen lang aanhouden. Het kabinet hoeft dat nu nog niet gedetailleerd uiteen te zetten hoe we dat gaan organiseren en financieren, maar we willen wel graag de toezegging dat dat gebeurt. Voorzitter, tot slot, de Partij voor de Dieren heeft vaker gevraagd naar de oorzaken van dit soort pandemieën. Daar zullen we verder schriftelijke vragen over stellen. De solidariteit waar het kabinet een beroep op doet, de vrijblijvende oproep die minister Koolmees heeft gedaan om geen dividend uit te keren als je gebruik maakt van de overheidsregelingen. Ik denk dat daar een tandje bij moet, want die morele oproep aan bijvoorbeeld de Rabobank afgelopen week in Buitenhof, waarom ze mensen die rood staan bijna 13% rente vragen, die werd toch niet beantwoord met nee, dat gaan we toch niet meer doen.